Yo kijkers van de Game Meester, leuk dat jullie kijken naar deze eerste aflevering van op dit kanaal eigenlijk. Ik wil ten eerste beginnen, leuk dat jullie naar deze video kijken en abonneren en liken. Ik hoop dat jullie dat doen. Er is nog geen intro, er is nog geen outro, maar die worden allemaal gemaakt. Wees daar maar niet bang voor. Ik ben nu even in een random server. Ik ga dingen hierover mij vertellen. Wat ik doe in het dagelijks leven en wat ik allemaal ga doen op dit kanaal. Dat wil ik allemaal gaan vertellen in deze video. Ondertussen ga ik ook in deze server. Dit is een kingdom waarvan ik de hertog volgens mij ben. Ik ben hier heel lang niet op geweest. Ja, ik ben hertog. En mijn koning is Tristan. En ik heb ook nog een koningin. En ik weet niet meer hoe die heet. Maar ik ga even snel aankleden weer. Want ik krijg koud. Wat een grap. We gaan ondertussen... ik zal even vertellen wat ik hier ook in de server doe. Laat ik daar eerst eens mee beginnen. Wij hadden hier een mascotte. Bier heette die. Maar hij is gedood. Laat ik het zo zeggen. Dit is eigenlijk een beetje onze farm. Hier beneden heb ik een kippenfarm gemaakt. Ik ben eigenlijk de builder hier al. Ik bouw de dingen. Ik doe eigenlijk bouwen hier al. Als mensen een huisje willen maken, moet dat ook met toestemming van mij. Maar 9 van de 10 keer zeg ik van ja, joh, bouw maar, weet je wel. En dan bouwen ze het. Dat is eigenlijk ook wel een goede reden. Zo, André, wat ben je toch weer goed dat ze dan ja zeggen en het ook nog doen ook. Oké, dat sloeg even helemaal nergens op. Laat ik nu wat over mij gaan vertellen en wat gaan doen in plaats van rondjes lopen, want ik word zenuwachtig van mezelf. Nee, dat gewoon niet. Niet op zijn kanaal abonneren, mensen. Gewoon niet doen. Het is volgens mij een slecht YouTuber. En ik vind dat je ook geen reclame in mijn video mag maken. Niet op hem abonneren, laat ik het zo zeggen. Abonneer gewoon lekker op dit kanaal van de Game Meester. Dat zou ik ook vertellen. Ik heb altijd een ander YouTube kanaal gehad, namelijk Dre Games. En dat hielp niet echt. Hoe zeg ik dat? Ik had wel 365 abonnees, maar mensen gingen niet liken, kijken. Dus ik had wel 365 abonnees, maar niemand die keek. Dus dat vond ik een beetje raar. Maar wacht even, ik ga even de trol met die kerel uithalen. Ik ga niet opnemen, want mijn opnameprogramma doet het niet. Dus je kan spammen wat je wilt. Maar niemand abonneert. Zegt de grootste noob. Gaat een beetje reclame voor zich lopen maken en niemand anders een video. Kom even. Doe je toch niet? Nu ga ik wat over mezelf vertellen, denk ik dan maar. Ik ga ondertussen, dat is de chest erom. Dan ga ik even chest ervan maken en plaatsen en aan bordjes geven. Ik moet eerst even hout hebben, dat heb ik hier al net gedumpt. Want mijn chest zat eigenlijk een beetje vol. Ik ga nu wat over mijzelf vertellen. Ik ben André Provicius, is mijn echte naam. Ik ben nog een beetje verkouden trouwens. Ik ben 15 jaar. Ik ben op 13 juni ben ik jarig. Dus dat is 13/06/1999 ben ik geboren. Ik leef nog steeds met plezier. Ik heb leuke hobby's zoals 1 en 2 fotograaf. Ik zit bij de jeugdbrandweer. Dat is ook gelijk mijn sport. Dan weten jullie dat ook. Ik vind het gewoon leuk, de sfeer onderling. Het is zeker leuk. Ik zou een keer, als ik jullie was, een keer bij jou in de buurt, bij de jeugdbrand gaan kijken. Gewoon om even te kijken wat ik doe, zeg maar. 9 van de 10 keer word je wel binnengelaten. Om even te kijken. Maar ja, ze zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Volgens mij ontploffen creepers niet, of maken iets niet kapot. Maar ik was er makkelijk aan.
Ik doe ook aan vissen. Tenminste, dat heb ik een hele tijd gedaan. Doe ik nu af en toe nog. Maar ik heb heel druk met werk. Ik wil ook YouTube filmpjes voor jullie maken. En ja, dan moet ik wat aan de kant zetten. Ik heb geen vriendin. Ik ben nog vrijgezel, dus. Ja, ik zet ook trouwens een link in de beschrijving van mijn andere YouTube kanaal. 1 en 2 fotografen. Abonneer daar ook even op. Ik bedoel, waarom ook niet. Nu denken jullie van, ja, die jongen mocht net geen reclame maken voor een YouTube kanaal. Waarom mag jij het wel? Nou, kijk, ik heb geen toestemming aan die kerel gegeven om, ik heb geen toestemming gegeven voor dat hij reclame mag maken. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik kom even niet uit mijn woorden. Ik kan wel zeggen van, ja, ik heb mezelf toestemming gegeven, maar het is eigenlijk mijn tweede kanaal. En zoals jullie zien, maken andere YouTubers zoals Enzo Knol, Dus David Games, maken ook allemaal reclame voor zichzelf. En dat doe ik ook. Maar ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. Binnenkort ga ik een website starten. Ook voor dit kanaal. Maar dan wil ik eerst abonnees, likes. Laat ik het zo gek niet bedenken. Deel gewoon deze video. Waardoor ik dat allemaal krijg. En dan ga ik een eigen website maken. Deze is eigenlijk... Die website wou ik zometeen eigenlijk aan beginnen. Maar ik dacht, nee, ik zit nu lekker in mijn vel. Laat ik lekker een video voor jullie op gaan nemen. En ik ben nog steeds aan het rondlopen. Ik vind het zo donders irritant. Ik ga eerst even wat craften. Oh shit. What the fuck? Wacht. Hey. Waarom is het hier alleen zo druk qua zombies? Homo's. Nee, ik heb niks tegen homo's, maar... Ik vind het gewoon leuk. Ik heb nu denk ik wel... ik zit in de derde klas op het Spectrum. Dat is de middelbare school. Ik doe basisniveau. Omdat ik heb altijd in het eerste heb ik altijd kader gedaan. Vond ik te moeilijk. En toen, ja, nu heb ik het tweede en de derde hek dat gedaan. Ik doe nu autotechniek. Als vooropleiding, zeg maar. Het is VMBO, dus het is nog niet de hogere school. Maar ik wil geen automonteur worden. Ik wil vrachtwagenchauffeur worden. Dan moet ik deze vooropleiding doen. Ik wil ook... Nu ga ik vertellen wat ik op dit YouTube kanaal ga doen. Op dit YouTube kanaal komen vooral, of tenminste voornamelijk, games. Games zoals Emergency 4. Emergency 4, Minecraft, Battlefield. Dingen die jullie willen dat er gaat gebeuren. Zoals Happy Wheels, zulke dingetjes allemaal. En dat wil ik graag met jullie gaan delen. Dus als jullie graag willen abonneren en liken op deze video, dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar ik wil het gewoon zo graag. Ik wil gewoon beroemd worden. Net zoals Enzo Knol. Maar ja, dat kan niet altijd. Iedereen zou het wel willen. Is dit nog weer voor gekut aan? What the fuck? Zo. Oké, dat was heel even stilte. Dat wil ik zo veel mogelijk voorkomen, want dat heb ik heel veel in mijn op mijn vorige account gedaan. Ik probeer ook steeds minder te zeggen, maar ja, af en toe kom ik niet uit mijn woorden, dan lukt het me niet en dan ga ik zeggen. Hier, zie je dat? Dan weet ik niet wat ik wil zeggen. Dus ik wil graag... dit is trouwens mijn koning, Tristan. Oké, ik probeer heel even geen te zeggen. zal ik zo die chesten plaatsen? Dat vind ik wel vet. Nu weten jullie ongeveer wel wat ik op mijn YouTube kanaal wil plaatsen. We gaan nu lekker Minecraft spelen. Nog even een paar minuutjes en dan gaan we deze video weer afsluiten. Ik ga even nog meer hout pakken. Tristan, heb jij hout? Voor chest.
Ik weet niet hoe je dat schrijft. Volgens mij schrijf ik niet helemaal goed, maar... Hoppa. Zo, even een crafting table gemaakt. Goh, komen nog meer mensen online. Hij zegt dus dat het saai is. Dat klopt een beetje, omdat... het is niet echt... Omdat je komt bijna niet meer online. De vakanties zijn voorbij, scholen zijn weer begonnen. Dus dan blijf je dat gewoon houden, weet je wel. En aan de ene kant denk ik van ja, het is alleen maar beter om niet achter de computer te zitten. Maar dat is gewoon gelul. Want je wil gewoon voetbalvideo's, what the fuck. Ja, die komen ook trouwens, FIFA-video's. Dat ga ik samen met een vriend van me doen. Op zijn PlayStation. Maar we moeten er eerst achter zien te komen hoe het moet. Dus weet jij hoe het moet om op te nemen en het bestand over te brengen naar... Naar je computer. Zet het in de reacties. En nogal weet je het niet, vraag het alsjeblieft aan je vrienden. Headshot! Oh shit. Kom, we gaan Tristan trollen, hé. Zullen we het doen? Kom. Hij weet niet waar ik ben. Oké, nee. Nee, gaan we niet vinden. Oh, geweldig. Ik zit hier gewoon onder het bruggetje. Dus Tristan, als je dit terugkrijgt, je bent gewoon een noob. Echt waar. Oh shit, ik heb zo'n gevoel dat hij zo naar buiten komt. Ik heb echt zo'n gevoel dat hij hier zo doorheen komt. Oké, we gaan wegrennen. 3, 2, 1. Jode. Tristan, heb jij hout? Kijk of die nog gaat geven. Ik heb nog wat nodig. Wat? Homo's! Tristan, je bent homo als je dit ziet. Het is jouw kingdom, dus what the fuck is. Ik zeg het, maar als je mij uit de kingdom gooit, ik kom je halen, vriend. Kom je halen, vriend. Niet meer van mij fokken, man. Nee, er zit een heel lang verhaal achter, dat vertel ik nog wel een keer in een andere video. Ook met een vrienden van mij. De 9 van de 10 keer probeer ik een video op te nemen met iemand anders erbij. Maar diegene moet ook online zijn natuurlijk. En diegene moet ook kunnen. En het is niet altijd mogelijk om, hoe zeg je dat... om met andere video's op te nemen, dus dan doe ik het alleen. Maar ik probeer zoveel mogelijk met anderen op te nemen. Alleen maar om het beter te maken, zeg ik dan altijd. Oké, ik heb 3 chests over, wat ga ik daarmee doen? Die ga ik hierboven plaatsen zo. Hoppa. Chest room is klaar. Alleen de bordjes nog. Ik ga niet farmen. Ik ga deze video afsluiten.
Ik zeg hartstikke bedankt voor het kijken naar deze eerste video van mij. Vergeet deze video echt niet te delen, te liken, te abonneren. Doe wat je wil. Ik probeer de volgende keer een facecam alles erbij te doen. Ik moet nog even het OBS proberen te begrijpen. Ik film nu met Fraps. Je gaat verandering zien. Je ziet het vanzelf al. Je hoort het allemaal vanzelf al. Ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao mensen.